harte welkom. Dit is een nieuwe aflevering van het Koetshuis met in deze aflevering één gast. En dat is Marcel Melissen. Hij is de lijsttrekker van de Tielse VVD. Marcel, van harte welkom. Dankjewel. Spannende tijden. Ja, spannende tijden. Het lijkt wel of deze verkiezingen anders zullen zijn als anders. Het heeft ook wat te maken met toch wel de diverse wisselingen die plaatsvinden. Hier en daar zijn er wat probleempjes bij partijen, dus je merkt spanning. Hier en daar zijn er wat problemen. Welke zijn jou opgevallen? Nou ja, we weten allemaal natuurlijk wel dat bij het CDA wat onrust is geweest over wie de lijsttrekker zou worden. Dus ja, dat levert spanning op. Is dat uitgekristalliseerd volgens jou? Ik ga ervan uit dat ze een goede keuze hebben gemaakt. En die keuze is volgens mij? Dat is mevrouw Stolk. Stolk? Ja. Als lijsttrekker, maar goed, waar het om ging is ook het verhaal met de wethouderskandidaat. Dat weet ik niet. Waar het mij om gaat is dat er veel spanning is bij de verkiezingen en dat je dat merkt. Ja. Nou, klopt. Ja. D66 heeft onlangs bekendgemaakt dat men een wethouderskandidaat heeft. Dat is iemand van buiten. Ja. Mocht D66 meegaan doen aan een nieuwe coalitie, wat vind jij daarvan? Iemand die van buiten komt en eigenlijk nog niks weet van de plaats zelf? Nou ja, kijk, dat is nieuw. Hè? Althans, het is al een hele tijd zo. Maar sinds het dualisme mogen er ook wethouders van buiten afkomen. Ik denk dat het dan vooral gaat om de vraag van de persoon in kwestie. Heeft hij de kwaliteiten? Mm-hmm. Maar dat zal ongetwijfeld. Ja, dat weet ik niet. Mm-hmm. D66 kan iemand naar voren schuiven met bepaalde kwaliteiten die zij goed vinden. Maar ik ken die persoon nog niet, dus ik kan nog daar geen oordeel over geven. Nee, dat is logisch. Ja. Maar wat vind je van het systeem op zich? Het kan. Mogelijk. Ja, ik denk dat het op zich niet verkeerd is op het moment dat er hele goede bestuurders van buitenaf komen. Maar is het niet fijn dat je zeg maar, iemand in de raad hebt zitten die in de haarvaten van die maatschappij zit? Kijk, tegenovergestelde, kunnen we het ook nog wel even over hebben, hadden eigenlijk zijn verkiezingen moeten worden Pieter van den Burg. Met zijn PVDB. Dat was natuurlijk een typisch voorbeeld van iemand die echt helemaal in de haarvaten van die Tielse samenleving zat en in al zijn facetten. Nou ja, goed, daar kiezen wij zelf ook voor. Hè? Mm-hmm. Ik bedoel, ik zit hier ook in de haarvaten. Ik kom uit deze samenleving, kom uit deze stad en wij kiezen heel bewust voor een lijsttrekker, CQ-wethouderskandidaat, vanuit de stad zelf. Omdat je, als je in de stad leeft, dan voel je ook wat er aan de hand is, wat de mensen belangrijk vinden. En ik denk dat dat een nadeel is van een wethouder van buitenaf. Want als je de stad niet kent en je kent de mensen niet, hoeveel tijd heb je dan nodig om alles, laat maar zeggen, te voelen wat de mensen echt voelen? Ja, maar in ieder geval goed dat men voor de verkiezingen dit kenbaar maakt. Ja. Valt er weer meer te kiezen, zo simpel is het. Nee, dat is zeker goed, want daarmee krijgt ook iedereen de kans, denk ik, om de persoon in kwestie te kunnen beoordelen en te leren kennen. 4 jaar geleden was jij ook de lijsttrekker en uiteindelijk ben je wethouder geworden namens de VVD. Hoe ging die periode er voorafgaand aan die 4 jaar aan toe, die er daarna geweest zijn? Ik snap niet helemaal je vraag. Bedoel je de periode voor het wethouderschap? Nou, nog eens een keer terugblikken naar de verkiezingskoers die er was 4 jaar geleden tot aan de verkiezingen. Ja. Dat is wat ik bedoel. Ja, dat was ook een hele spannende verkiezing. Want toen konden een aantal partijen evenveel zetels halen. Dat was echt heel spannend. En dat bleek ook uiteindelijk. Uiteindelijk zijn toen 3 partijen met 5 zetels eruit gekomen. Dat was D66, Partij van Arbeid en Wij. En het CDA zat ook toen in die race en die kwam eruit met 3. En de PvdB die kwam toen met 4. En dat was ook ongekend spannend. En uiteindelijk ben jij dus in dat college terechtgekomen. Ja. Als wethouder. Hoe is het die afgelopen 4 jaar jou bevallen om dat te doen? Is toch een andere rol. Ja, maar kijk, we kunnen uitgebreid over dat wethouderschap gaan hebben. Nee, dat hebben we niet. Maar volgens mij moeten we het vooral hebben over waar gaan we doen. Dat gaan we ook straks zeker doen. Maar er zijn maar een paar mensen die dat verschil kunnen duiden. Ja. Omdat je nou eenmaal ook wethouder bent geworden. Ja. Dat verschil. Ja, het verschil is dat je dan aan het roer zit. En het verschil is ook dat je dan mee kan beslissen over de dingen die linksaf gaan of rechtsaf. En dat je de voorstellen kunt inleveren bij de gemeenteraad. En uiteraard ook de dingen van de gemeenteraad moet uitvoeren. Dat is het verschil. Als je kijkt naar rol raadslid, wethouder. Raadslid kon ik volop debatteren. Dat vond ik leuk. Mm-hmm. Als wethouder kan ik niet volop debatteren. Dan moet ik dingen uitleggen, toelichten. Of soms gewoon overtuigen waarom het belangrijk is dat we een plan gaan uitvoeren. Of je mond houden als het nodig is. Of je mond houden, want je mag natuurlijk alleen maar wat zeggen als wat gevraagd wordt. Ja. daar zouden we ook nog uren over kunnen praten. Ja. Gaan we dat een andere keer wel doen. Het programma van die VVD in Tiel. Waarom gaan mensen op de VVD in Tiel stemmen? Nou, waar wij echt voor gaan is even terug naar de kern. Want waar hebben we nou de afgelopen jaren last van gehad? Dat zijn 2 dingen.
bezuinigen. En we hebben organisatie op afstand gezet. We hebben bijvoorbeeld de buitendienst, ik noem maar even iets, naar de AVRI gebracht. En wat we hebben gezien is dat, ondanks dat je de bezuiniging nou min of meer haalt, het was 1,3 miljoen, best wel veel. Je zegt even, sorry dat ik je onderbreek, bezuinigen. Bezuinigen. Maar er is nog nooit zoveel geld uitgegeven in de afgelopen periode als ooit tevoren in Tiel. Nou, ik denk dat je daar een onderscheid moet maken. Er is fors bezuinigd. Er is een rapport van de Rekenkamer verschenen. Ja, 11 miljoen omgebogen zo'n beetje, precies, bij de 12. Dat is een enorme opgave. Is allemaal gebeurd. Mm-hmm. En op het moment dat je dat doet, en dan maak je dus die keuzes om bijvoorbeeld je organisatie ergens anders onder te brengen, in dit geval de buitendienst en de handhaving en noem het maar op, dan heb je dat geld wel bespaard. En dat doe je met de veronderstelling, en dan heb ik het nu even over het buitengebied, hè, dus laat me zeggen hier het onderhoud, dus de onkruid, de scheve zoektegels, noem alles maar op, dat dat op hetzelfde niveau blijft. En dat is dus niet gebleken. Hè. En daar gaat de VVD zich voor inzetten om te zorgen dat het goed is, dat de stad netjes is, opgeruimd is. En dat voor hetzelfde bedrag? Nee, wij zijn bereid om daar veel meer geld tegenaan te gooien. Maar dat... Kijk, dat is een beetje lastig praten, ja. Want jij bent ook als wethouder betrokken bij, want dat is jouw portefeuille, bij bijvoorbeeld de binnenstad die er schoon uit moet zien. Kom er nog eens een keer mee. Ja, weet je, jij zit ook makkelijk te praten met zo'n vraag. Daar gaat het helemaal niet om. Waar het om gaat is dat die stad schoon moet zijn. Precies. En daar heeft de VVD is bereid om daar geld voor beschikbaar te stellen, want wij willen het gewoon netjes hebben. Maar goed, er staat nu een bedrag voor. Ja. En daarvoor kan het dus niet, is dat wat je zegt? Ja, ik denk dat als je gewoon om je heen kijkt, dan zie je dat we niet het niveau hebben wat we met z'n allen zouden willen. En daarom is het heel goed om te zeggen met elkaar, als je een schone stad wil, betekent ook dat het geld kost. Maar, en je moet dus ook bereid zijn om dat geld beschikbaar te stellen. Maar goed, in eerste instantie was zeg maar deze stap naar de AVRI gemaakt om het geld te bezuinigen. Nou blijkt dus dat niet lukt, dus er moet meer geld bij, dat zegt de VVD. Ja. Was die rekening dan überhaupt wel nodig geweest, achteraf gezien? Nou ja, weet je, het is een fors bedrag, hè. Dus op het moment dat wij in staat zijn om toch het niveau weer omhoog te krikken met extra geld, terwijl je toch nog een flink deel hebt bezuinigd structureel, dan is misschien die opgave van destijds van 1,3 miljoen misschien wat te ambitieus. En op het moment dat je het herstelt met wat geld en ondertussen heb je toch nog een fors bedrag bespaard, volgens mij heb je dan de balans gevonden. Volgens mij zijn we heel erg bezig met het zoeken naar de balans. Dus als ik VVD Tiel stem, dan wordt die binnenstad en sowieso die hele stad schoner. Dat is het. Ja, maar niet alleen schoner. Ik wil ook alle palen recht en stoeptegels goed en al dat soort dingen. Ja, en, echt netjes. Wat D66 een aantal jaren geleden riep van de weerwaar aan borden en zo. Is dat ook een punt? Nou ja, het is wel geroepen, maar er is nooit wat aan gedaan. Er is wel overigens wel iets aan gedaan, maar er is, ik denk dat dat veel beter kan. Sowieso veel slimmer. Daar moeten we zeker ook naar kijken, want dat draagt bij aan de verrommeling. Datzelfde geldt ook voor die reclameborden. Wij waren natuurlijk voor, als liberalen, voor, nou hang maar overal op die borden, is allemaal prima, want dat moet allemaal kunnen. Maar aan de andere kant zie je dat die borden van de lantaarnpalen afwaaien en zo over straat heen gaan. En dat is ook een zooitje, dus dat werkt niet. Dus is het toch verstandig om dat terug te gaan brengen. Reguleren. Ja, toch reguleren. Nog meer punten. Ja, wat ook erg belangrijk is voor deze stad, is dat we moeten gaan bouwen voor de mensen die de huizen nodig hebben. En dat zijn de middeninkomens. Want die lopen nu helemaal vast. Ze kunnen of geen huis kopen, of geen huis huren. Ze kunnen niet huren, want hun inkomen is net te hoog. En ze kunnen geen huis kopen, want de huizen zijn te duur. Of ze zijn er niet. En dat is denk ik wel een belangrijk ding. Dus waar wij echt voor gaan, is meer huizen en betaalbare huizen voor mensen met de middeninkomens. En hoe moet dat concreet gerealiseerd gaan worden? Is dat faciliterend optreden als gemeente zijnde? Nee, ik denk dat je daar een beleid op moet maken. We gaan aan de slag met die woonvisie. Er wordt een woonbeleid opgesteld. Ik denk, ja, dan gaat de VVD dus inzetten op dat segment. Keuzes maken. Sowieso, hè, de VVD, keuzes maken, belangrijk. Altijd letten op die portemonnee. Er valt heel wat goed in de gaten te houden de komende tijd. Hè. Waar liggen grenzen? Nou ja, kijk, het perspectief ziet er ogenschijnlijk weer wat gunstiger uit, hè, als je ernaar kijkt. Dan zouden we iets van 2,5 miljoen overhouden. Maar aan de andere kant, in 2020 moet er weer 1 miljoen af, omdat die kabelrechten vervallen. Dus voorzichtigheid in de uitgaven is geboden. Dat is ook altijd de boodschap van de VVD. Maar wat opvalt is, op het moment dat je geld hebt, dan moet het ook blijkbaar weg. Ja. Ja, en wij zeggen,
Er moet wel geïnvesteerd worden in die stad. Maar misschien moeten we toch wel scherper met elkaar keuzes gaan maken waar we dat dan doen. Wat op zich ook inzet is van de verkiezingen en actueel is de scholen. De gebouwen die moeten ververst worden. Hè. Laten we het zomaar even onderbiedig omschrijven. 18 miljoen. Ja. Maar door want ik begin hem nou een beetje te begrijpen. Door zeg maar dat anders in te steken met jaarlijkse afschrijving. Zeggen we kijk, zolang de lasten per jaar hetzelfde blijven. Misschien kunnen we dan wel 3 of 24 miljoen investeren. Dat is natuurlijk, zo kunnen we natuurlijk altijd hocus pocus blijven spelen met de kas van de gemeente Tiel. Nou ja, kijk, wat hier gebeurd is dat de raad heeft vastgesteld een jaarlast van 800 zoveel duizend euro. Mm-hmm. En daar staat een investeringsbedrag tegenover. 18 miljoen, hè, levert dat dan op. Ja. En door boekhoudkundige veranderingen, bijvoorbeeld de rentestand die is naar beneden gebracht, komen er meer miljoenen vrij. En wat hier gebeurd is dat de gemeenteraad heeft gezegd, die last, dat is het. Daar nemen we het besluit op. Maar als je kijkt naar de Waalkade. Maar zij, wacht even terugkomend. Ja. Heel veel van die raadsleden die hebben die keuze gemaakt op dat bedrag. Ja. Ja. En nou zegt het college, die lasten blijven hetzelfde, maar dan hebben we wel meer speelruimte nodig, omdat die markt hem nou eenmaal vraagt en omdat het allemaal duurder wordt. Ja, zijn dat goede keuzes? Nou, kijk. Ligt het bij de raad of ligt het bij een college? Ik denk, er zijn een aantal dingen waar je naar moet kijken. Dat besluit is genomen en dat is een goed besluit geweest. We hebben gewoon goede scholen nodig. Ik praat nu met Marcel, de lijsttrekker van de VVD. Ik zeg ook precies zoals het is, want de VVD heeft daar ja tegen gezegd. Mm-hmm. Sterker nog, we hebben zelfs een extra belastingverhoging toegestaan om die scholen te kunnen financieren. Ja. Dus achter die scholen staan wij. Ook al kost het bijvoorbeeld 32 miljoen. Ja. Ik wil eerst even zeggen dat het belangrijk is dat we goede scholen hebben. Ja, en dat is nu nodig. Dus wat er nu moet gebeuren met de scholen is niet een luxe, maar een noodzaak. Belangrijk. Ja, okay. Dus het is niet erg dat we daar geld in gaan steken. Nee, maar het gaat even om het proces. Het enige als iets er niet is, kun je het ook niet uitgeven. Het enige wat je ziet is dat er een besluit is genomen aan de hand van de jaarlast. En dat besluit is genomen waar iedereen bij is. Dus ook de gemeenteraad, het college, iedereen. Dus dat is ook niet meer relevant. Alleen, wat blijkt, en dat is wel relevant, je kunt schuiven met de miljoenen. En ik denk op het moment van besluitvorming, dat op dat moment niet iedereen beseft dat dat zou kunnen. En daar kom je uit op een democratisch principe. En daar hebben we ook even toe naar die Waalkade. Bij die Waalkade is het besluit anders genomen. Daar is gewoon gezegd, wij stellen 2 miljoen beschikbaar. Daar is niet besloten om een jaarlast. Daar moet je dus echt naar de raad. En vragen we moesten nu ook extra geld vragen. Of het college extra geld gevraagd. En dan moet je als college, in dit geval, aan de gemeenteraad uitleggen. Dat is nodig, daar en daar en daarom. Gemeenteraad, bent u daar voor of tegen? Dat is toch democratischer? Dat vind ik democratischer. Dus als je die twee projecten naast elkaar zet, dan snap ik dat de gemeenteraad daarmee worstelt. En als VVD worstelen we daar natuurlijk ook mee. Bij de verhaal van die Waalkade worst je daar niet mee, want het is duidelijk. Stel je nou eens voor, Marcel, hè, dat die verkiezingen gunstig uitvallen voor de VVD. En dat je mee mag doen aan coalitieonderhandelingen. Je komt in die coalitie terecht. Zou je dan onderwijs in je portefeuille willen hebben? Laat ik het zo zeggen. Ik vind dat een beetje voorbarig om daarover over dat soort portefeuilleverdelingen te gaan spreken. Want A, we moeten eerst gaan kiezen met z'n allen. En we hebben net al vastgesteld, het wordt ongekend spannend. Klopt. Dus. Nou, maar we doen een. Dus we doen is een, hoe, we doen hoe een, zeker we doen is een, het? We doen een aanname, maar als je daar een antwoord op wil geven. Ik doe er ook geen aanname op, want het worden ongekende spannende verkiezingen. En ik vind dat het nu echt aan de kiezer is. Die gaat bepalen hoe hier, wat men, laat maar zeggen, belangrijk vindt. Dus welke partijen de stemmen gaan krijgen. En die partijen zullen dan met elkaar, het coalitieoverleg in moeten. De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Dit hoort daar wel bij, het democratisch proces. Ja. Vrijheid ook van belang. Als je kijkt naar de maatschappij van tegenwoordig, er verandert wel veel. Hè? Vind ik wel, ja. Positief of negatief? Nou, ik heb er wel zorgen over eigenlijk. Ik heb vooral zorgen over hoe de sociale media zich ontwikkelt. Alles kan zomaar. Je kan zomaar afgeslacht worden om over iets. Mm-hmm. Terwijl ik denk, het lijkt wel of de reden weg is. En daar bedoel ik mee,
hebben we wel goed nagedacht of iets goed is of slecht is. En we zijn nu al helemaal met elkaar bezig over de vraag of het nieuws wat we vertellen, of dat echt is of niet. En volgens mij is dat al 100 jaar nepnieuws verspreid, maar vooruit. Ik vind het een verschrikkelijk woord. Maar en vervolgens, op het moment dat je een bepaalde mening zou hebben en die mening bevalt iemand niet, en dat raakt mijn democratische gehalte, zeg maar. Dan zijn we in de verharding gekomen. Want ik vind dat je best oneens mag zijn met iemand. En dat moet je, vind ik, vooral vinden vanuit argumenten. Maar die argumenten, en dat noem ik dan de reden, ja, die zie ik langzamerhand wel een beetje verdwijnen. En daar maak ik me zorgen over. Kunnen we daar als Tiel, en dan vraag ik het je eigenlijk weer als wethouder, kunnen we daar wat aan doen? Of alleen maar de dingen doen die toch al op een juiste manier gebeuren? Nou ja, weet je, de VVD is voor vrijheid van meningsuiting. Dat is ook geen enkel probleem. En dus je moet dit ook koesteren, dat moet ook blijven. En volgens mij het belangrijkste wat je met elkaar moet doen, en dat is deze problemen met elkaar bespreken. Want niks bespreken leidt denk ik alleen maar tot dit. Ja. En dat is niet goed. Wel bespreken kan nog steeds botsen zijn. Maar op het moment dat je toch wel met elkaar de moed en de kracht, en vooral de intelligentie zou ik dan bijna zeggen, het verstand vindt om op basis van argumenten met elkaar die discussie te voeren, dan mag ook best wel stevig. Maar hou het alsjeblieft fatsoenlijk. Ja, dat hoort bij de democratie. Vind ik. Ja. Andere punten van de VVD? De binnenstad. Daar zijn natuurlijk ook genoeg zorgen over. Het is heel moeilijk. Hè? Dat is niet iets wat alleen de binnenstad van Tiel raakt. Maar dat zie je bij heel veel winkelgebieden. Toch de afname van winkels. Het veranderde winkelgedrag van consumenten. Mm-hmm. Die is gewoon enorm aan het veranderen. Dus op het moment dat wij een binnenstad willen hebben. En die willen wij hebben. Want het voegt iets heel erg belangrijks toe aan de stad. Dat betekent ook dat we op een andere manier naar die binnenstad moeten gaan kijken. Het moet dus, het is ook zo'n modewoord, beleving worden. Ja, maar, ik vind dat een verschrikkelijk woord, beleving. Ja, maar het gaat, volgens mij is het ook niet het woord beleving. Volgens mij moet je die stad zo aantrekkelijk kunnen maken dat mensen het gewoon fijn en logisch vinden om naar deze stad te komen. Ja. En er hoort bijvoorbeeld ook bij, en dat wordt in mijn ogen zwaar onderschat, de zondagopenstelling. Volgens mij heeft nog niet iedereen in de gaten dat soms hele gezinnen op zondag gaan winkelen. En als je hier naar de stad gaat en de helft is dicht, ja, waar gaan die mensen heen? Als die van plan waren om €100 uit te geven in Tiel, en ze kunnen dat niet doen in Tiel, omdat de helft dicht is, dan komen ze namelijk de week erop niet meer terug en dan gaan ze naar Utrecht of naar Amsterdam of wat dan ook. En ik denk, als je die €100 in Tiel zou willen houden, moet je daar eens wat aan doen. Oké. Één puntje eruit lichten, vertel. Nou ja, wat gaan we dan doen? Ik zou dus heel graag dat gesprek willen gaan voeren met die winkeliers. Jongens, kom nou eens even met een eendrachtig plan. En besef nu. Maar dat is altijd al het probleem van die binnenstad geweest, hè? Maar de eendracht zoeken. Ja, maar toch, ik denk toch. Daar begint het mee natuurlijk. Dat is waar. Maar ja, je kunt dan twee dingen doen. Hè. Je kunt zeggen, ja, het is altijd al een probleem geweest, dus laat me zitten. Ja. Nou ja, zo zit ik niet in elkaar. Ik denk dat wij als VVD vinden, ja, het probleem van die eendracht is er. Maar laten we nou proberen tot die eenheid te komen. En hoe moeilijk dat ook is. Maar dat zijn ook de uitdagingen. Hè? Het is niet allemaal makkelijk. Nee, het zijn allemaal verrekte moeilijke dingen. Maar daarom zit je er ook. Want als het allemaal makkelijk was, dan waren de verkiezingen volgens mij helemaal niet zo spannend. Nee, had elke joker daar op het gemeentehuis kunnen zitten. Zo simpel is het. Pardon? En anders had elke joker wel daar op het gemeentehuis kunnen zitten. Dat is een uitspraak voor jou. Marcel, tot slot. De VVD, het begint nu los te barsten. Hè? Ja. De campagne, wat gaan jullie allemaal doen? Nou ja, wat wij doen is natuurlijk veel zichtbaar zijn op onze manier. Wat is die manier? Nou ja, wij hebben natuurlijk heel, heel duidelijk gekozen voor niet, laat maar zeggen, volledig als VVD verkleed rond te lopen. Nee, we zijn er als mensen. En als mensen gaan we praten met mensen. En als mensen gaan wij in gesprek op de plekken waar we zijn. We hebben hier al in het passoir gestaan met die koffiebus. Maar we gaan dus overal naartoe waar je met elkaar in gesprek gaat. En je kunt ons bellen. Je kunt ons vragen om op, als je met ons in gesprek wil. Dat is ook al gebeurd. Nou, dan gaan we daarheen. Oké. Wat nog meer? Nou ja, voor de rest zijn er natuurlijk de bekende dingen. Toch de sociale media, daar sta je ook op. Dat is nou eenmaal zo, want dat heeft een enorm bereik. En je moet ook laten zien dat je er bent. En dat werkt ook best wel goed. Jullie, Stadstv, erg belangrijk, want mensen kijken daarnaar.
En daarmee kan je het verhaal vertellen. En krijg je ook ruimte om een debat aan de mensen te vertellen van waar je voor staat. En uiteraard zijn het gewoon de advertenties volgens. En we hebben nog een paar verrassingen. Maar verrassingen ga je niet vertellen. We blijven jullie, dat is één ding wat zeker is. Zeker volgen de aanloop naar de verkiezingen toe. En natuurlijk het grote slotdebat waar we nu al met z'n allen hartstikke verzin in hebben. Wat uitgezonden wordt in de week voor de verkiezingen. Veel succes, Marcel Melis, lijsttrekker van de VVD. Dankjewel. Tot zover deze aflevering van het Koetshuis. We zijn er volgende week weer. Graag tot dan.